made it tonight! Doe je dit echt? Een super makkelijke maaltijd die hartstikke gezond is. Die twee die maken er zo'n bende van. Hey jongens, ik ben er klaar voor. Ruby, wil jij je vlogdebuut maken? It's a Mexican night. Ik heb lekker webs gemaakt. Wij zijn in de pluktuin. En Ramon is stiekem aan het proeven. Lekker. Lekker? Zuur. Ik voel me echt een clown, niet normaal. Ik heb echt wel 10 keer. Ik ga lekker afsluiten met de winactie. Was het alweer tijd voor een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag en deze meneer en ik zijn aan het werk. En ik ben nu, as we speak, half naakt naar buiten aan het gaan. Heb jij mijn telefoon trouwens? Nee. Nee, ik ook niet. Want we gaan even... Moet ik jouw telefoon pakken? Ja, weet ik niet. Want we gaan even een leuke foto maken. Tenminste, dat gaan we proberen voor Instagram. Ik heb een nieuw pakje aan, sportpakkie. Want ik wilde even een soort van Instagram update doen over mijn sportroutine en zo. Dus we gaan even een leuke foto maken en daarna gaan we een stukje wandelen. Zal ik ook deze keer af en toe de camera pakken? Dat is wel leuk. Dit ding zit heel raar. Dit klopt toch niet? Ik heb net al op internet gekeken hoe dit zit, maar dit klopt helemaal voor geen meter. Maar goed, nee, ja, het is wel leuk als jij ook af en toe de camera pakt. Want mensen vinden dat heel leuk. Loop je dan, hè? In je ja, naakje bijna. Ja, met een naakte vrouw. Ik wou net zeggen, lekker zo op straat. Waar heb je die nou in gevonden? Zo, helemaal goed gekomen met die foto die we hebben gemaakt. Daarna nog de hele middag gewerkt en nu zitten we lekker in de auto naar huis. Het is lekker weer, we gaan barbecuen zo meteen. Mijn ouders die hebben alle lekkere dingetjes gehaald, vlees en stokbroodjes en zo. We steken dadelijk de barbecue aan. Ruben die is net naar kantoor gekomen, die rijdt achter ons aan. Dan gaan we naar huis en dan hebben we echt gewoon een lekkere avond voor de barbecue. We gaan Bachelorette finale kijken. Dus ja, heel simpel, maar wij vinden het gewoon leuk. Ik ben heel benieuwd wie die gaat winnen, zeg maar. Wie er met de mooie Gabi Blazer naar huis gaat. En daarna hebben we nog de Queen of the South, dus beter kan het niet. En ja. Het allerbeste is eigenlijk dat Ruben bij exact dezelfde aflevering is als wij zijn. Ja, dat is heel toevallig. Dus dat komt dan weer lekker uit. Maybe tonight, the teacher's got us falling in love again. Oh, meen je dit? Doe je dit echt? Oh, wat erg. Er is denk ik niemand op de wereld die zo vals zingt als ik. Zo, het stokbrood is al gemaakt. Het wordt lekker naar buiten gebracht. En de dames zitten er klaar voor. Het vlees ligt erop. Kipje. We hebben lekker gebarbecued en ik heb een pakketje binnen. Deze had ik besteld naar aanleiding van jullie tips onder de vorige week vlog. Een zelfbruiner voor je gezicht van Colistar. Dus ik ben benieuwd, ik laat later wel even weten hoe het bevalt. En ik heb deze, hoe noem je zo'n ding? Beauty blender volgens mij. Oh, je hebt nog meer gekocht? Ja, zo'n sponsje voor mijn make-upje. Ja. En er zit ook nog een monstertje bij. Ik gebruik dat nooit, maar goed. Ik ga het laten weten. Nou jongens, ik ben er klaar voor. Ruben, wil jij je vlogdebuut maken? Ik ben een beetje verlegen van. Oké, we gaan beginnen met de Bachelorette. 3, 2, 1. Let's go. De kei weg? Oh ja, ik heb de afstand. Nee, je hebt de afstand die niet. Nee, de camera weg. Oh, oké. Anders kun je niet focussen. Nee, oké. Okay. Heel belangrijk. Focussen. Ja, we moeten wel weten wie het wordt. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik wilde even deze dingen uit gaan proberen. Ik dacht, laat ik dat gezellig met jullie erbij doen. Alleen, het is echt. Ze zijn hiernaast iets aan het doen. En het maakt zoveel herrie, zo op ochtend. Dus, dat. Maar goed, wel goed geslapen. Gewoon tot 7:30. Dus het is echt een mazzeltje, want gisteravond heb ik nog heel lang tv gekeken. Dus, ik ga het even fixen en dan komen we later op terug, want hier wil je ook niet luisteren. Zo lekker. Het is nu bijna 2 uur en ik kap er gewoon lekker mee voor vandaag. Ik heb veel gedaan deze week. Morgen moet ik weer werken, want ik heb een live webinar gepland staan. Ook niet de hele dag morgen, maar wel gewoon eventjes. Dus ik dacht, ik hoef niet meer per se iets te doen nu. Ik ga gewoon lekker naar huis. Het is lekker weer. Dus ik ga kijken of we vanmiddag misschien nog iets leuks kunnen doen met de kindjes erbij. Of gewoon anders gewoon kunnen chillen. Helemaal zin in. Dus ik ga naar Huizen. Mm-hmm.
Zo. Ik ben aan het koken dus. En ik heb hier wel even een goede budget tip voor je. Die denk ik wel heel erg fijn is. Omdat je gezond kan koken en heel weinig geld kwijt bent als je dit maakt. Het is eigenlijk gewoon een prutje van wortel. Wat natuurlijk super goedkoop is om te kopen. Grote zakken. Ui. Even kijken wat er nog meer in. Knoflook. Peper. En that's it. En dat gecombineerd met deze volkoren pennen. En je hebt een super makkelijke maaltijd die hartstikke gezond is. En ook nog heel goedkoop. Dus ik dacht, ik ga je even tippen hierover. It's a Mexican night. Ik heb lekker wraps gemaakt. En de saus die je net zag, die heb ik daar overheen gegooid en even meegebakken. En toen heb ik een soort van Mexicaanse groenten allemaal bij elkaar gedaan. Oh, het is helemaal donker. En nog ijsbergsla. Dus, we gaan lekker buiten eten. Meneertje, alsjeblieft. Dank je wel. En voor een klein ramosje. Oh ja, en ik heb ook nog nootjes erop gedaan trouwens. Oh, lekker buiten eten. Heerlijk. Wil jij eens een keer iets zeggen tegen de camera? Wie ik? Ja. Mag wel. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik heb mezelf klaargemaakt voor een live training. Vandaag een online webinar / Q&A voor de derde editie van het BBB-programma. Dus dat is heel leuk. Ik vind het altijd heel gezellig. Normaal gesproken ben ik op vrijdag vrij, maar nu niet. Vandaag niet. Dus ga even een paar uurtjes werken. En dan ga ik vanmiddag naar de osteopaat. Ik ben daar 1 keer geweest. Echt een hele tijd terug voor de coronacrisis. Voor mijn nek. En toen had ik het met haar ook over het litteken van de keizersnede. En toen zei zij dat ze aan de soort van verklevingen best wel iets kan doen. Dus ik ga vandaag terug weer voor de eerste keer voor mijn nek. Want ik was nog niet helemaal klaar met behandelen. En de eerste keer had dus echt wel degelijk geholpen. Dus ik was helemaal enthousiast erover. En dan kan ze meteen even naar het litteken kijken en daar misschien iets mee doen. Dus ik zal je straks even updaten. En nu heb ik nog een kwartiertje, dus ik ga mezelf even voorbereiden en dan ga ik lekker live. Ik heb dit echt al 3 keer opgenomen. De eerste keer was het niet scherp. De tweede keer was er iets in beeld in de keuken wat niet in beeld mocht zijn. En de derde keer zaten de meiden de hele tijd. Dus, in ieder geval, ik ben thuis en de meiden zijn lekker aan het eten met z'n tweeën. Die hebben de pasta van gisteren. Ed en ik eten later, want we hebben vanavond onze date, cheat, evening samen. Ramos is logeren bij mijn ouders. Dus dat is echt leuk voor hem en voor ons ook best chill eigenlijk. En we zouden eerst frietjes gaan eten, maar dat doen we niet. We gaan een wijntje drinken met hapjes erbij. Dus stokbroodjes. En ik dacht, ik ga dan ook een frikantelletje in de oven doen en zo. Dus echt een lekkere cheat avond. Gezellig op de bank met Netflix. We zijn inmiddels... Oh, wacht. Even een hapje tussendoor. Wait a moment. Die twee die maken er zo'n bende van. Echt, ze zitten gewoon helemaal onder gewoon. Och. Ze willen dus niet dat ik iets op een lepel doe. Dus het moet allemaal, moet het zeg maar, als ik dit zo in hun mondje probeer te doen, dan halen ze alles eruit. Lepels die ik ze in hun handen geef, wat eerst mijn oplossing was, dat werkt dus ook niet meer, want die gooien ze op de grond. Ja, ja. Dus alles moet via het bord in de mond en dan zit dus ook alles elke keer onder. Maar ja, het is een fase, het is een fase, het is een fase. Nou, eerlijk is eerlijk, dit is wel echt ultieme cheat. Hoe noem je dat? Ja, cheat night. We hebben ook nog hapjes in de oven zitten, maar we beginnen hiermee. Heerlijk! Edwin Boulevard erbij, straks nog lekker clean of zout. Dus wij hebben de avond van ons leven. Ik zit ook al in mijn pyjama, dus wat dat betreft gaat het helemaal goed hier. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik sta op het punt om even de koelkast uit te gaan ruimen, schoon te gaan maken en opnieuw in te delen.
Want zometeen worden de boodschappen bezorgd. En dan vind ik het altijd wel lekker als het een beetje aan kant is. Zodat ik weet, dit is vers en dit hadden we nog over. Dus moeten we eerst opmaken. Dus dat ga ik zometeen even doen. Bobby en Charlie slapen. Ed die heeft een afspraak en die moest ook even naar de kapper. En Ramos is nog bij mijn moeder. Die ga ik straks ophalen, want ik ga gezellig even lunchen met een vriendin en haar dochter vanmiddag. Dus dat is leuk. Maar eerst even hier de boel opruimen. Ik heb boven al best wel veel gedaan. Wasje staat aan, vaatwas staat aan. Dus ik ben lekker bezig. En dat terwijl we gewoon echt serieus pas om 8 uur wakker werden. Echt zo lekker. Bobby en Charlie, of één van de twee, was om 6 uur wakker. En die is daarna doorgeslapen tot 8. Dus echt zo chill. Ik heb net geparkeerd, wat echt al dus een hele beproeving is. In zo'n klein parkeervak, et cetera. Alleen nu vraag ik me dus af of het niet vergunninghouders is hier. Het zou heel stom zijn. Oh, wacht, een vriendin belt. Oh, Marlijne belt. Hey! Oké, het is geen vergunninghouders. Ik voel me echt een clown, niet normaal. Ik heb echt wel 10 keer opnieuw deze auto hier geparkeerd. Maar goed, we kunnen lekker gaan. Hij staat. Zo, kijk eens. Lekker! Ramos heeft een boterhammetje. Dat is boter. Nou, we zijn klaar met lunchen en we gaan even naar de speeltuin nu. De geliefde stelletje loopt even hand in hand. Het geliefde stelletje. We gaan van het ene eten naar het andere eten. Want ik ben inmiddels weer thuis. Mama, mama. We gaan lekker eten. Ed heeft gekookt. We eten vandaag aardappeltjes. Ik ga het even laten zien. Ik pak aardappeltjes met een... Oh, schat, kom eens hier. Zit aan mijn telefoon. Met champignons, ui, broccoli en een hamburger. En dan hebben we als lekker extraatje doen we een beetje zo hummus erbij. Lekker, en de meiden eten dat ook. Alleen dan wat meer geprakt. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Jullie zagen net al lekker ons ontbijtje en zo en voorbij komen. En ik heb al wasjes gedaan, et cetera, et cetera. Nu ben ik klaargemaakt, opgemaakt. En ik dacht, ik ga even een soort van review geven over die Magic Drops van Colistar. Ik ben ook niet helemaal enthousiast, want ik krijg best wel een beetje bultjes van. Nou, ik heb het nu weggewerkt. Maar volgens mij kun je het wel zien zo. Ik krijg een beetje rode vlekjes en rode bultjes en zo. Zie je hier? Dit en hier. Dus eigenlijk, ja, dit heb ik altijd wel een beetje hormonen, denk ik. Maar ja, dit komt echt daarvan, denk ik. Ik ben nog niet heel tevreden. Ik ga nu even een paar dagen niet smeren. En als dit al weg is, doe ik het gewoon nog een keer. En als het dan weer een beeldje krijgt, dan weet ik dat het daarvan komt. Dus dan ga je dit nog horen later van me. Maar ik was wel lekker bruin hoor, dus dat is dan wel weer heel chill. Nu ga ik even de rest afmaken, want vanmiddag gaan we gezellig naar een pluktuin. Ben ik nog nooit geweest, maar ik hoor er altijd wel leuke verhalen over dat je dan groente en fruit kan plukken en dat kan afrekenen en dat altijd wel leuk is. Dus ik dacht zo, zei voor Ramos. En de meiden, ja, die snappen dat nog niet echt, maar die gaan natuurlijk wel lekker mee. Wij zijn in de pluktuin, echt super leuk hier. We zijn er pas net hoor. We zijn nu op weg naar bramen om die te gaan plukken. We hebben hier een mandje waar we alles in kunnen doen en een platte grond en een lijstje waarop staat wat allemaal al rijp is om te plukken. Dus het is even aan het... Kijk, oh ja, daarboven inderdaad zitten rijpen. En Ramos is stiekem aan het proeven. Lekker. Lekker? Zuur. 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 En hier hebben we de kleine meiden, die zijn ook lekker mee. Die zitten in de kinderwagen. Hé, dametje? Ik voel me echt zo'n padvinder. Ik ga een boeketje plukken voor Kimberly. Ja, ik maak er echt een topboeket van. Een plukboeket, dat was het. Kijk, en hier links hè, van mij hebben we de Gansedonia's. Past prachtig in zo'n pluk of zo'n springboeket. En die vind je hier alleen op de Nederlandse bodem. Heel bijzonder, een gele Macedonia. Komt van origine uit Antarctica. En die groeien sinds kort hier ook in Nederland. Prachtig, hè? Kijk eens, ik heb hier een pareltje. Dit is een prachtig roze Bolinda. Ja, prachtig. Ik laat hem leven, want ik vind het zonde om hem mee te nemen. Maar ik kon jullie dit niet laten zien. De Bolinda. Nog zo'n speciale. De witte Bourgondia. Ah, prachtig, wat een plaatje. Ik zal hem inzoomen.
prachtig in het wild. Dat is echt niet verder. Ik vind ze heel mooi. Vind je ze mooi? Heel mooi. Ik heb ze echt in het wild geplukt. Ja, ik zie het. Ik ging echt op pad, allemaal wilde bloemen. Wat avonturier ben jij ook. Ja, ja. Nou, en dit is onze buiten, jongens. Natuurlijk de prachtige bloemen van Ed. En verder was het eigenlijk niet zo heel veel wat we konden plukken, want anders was het weg. Dus ik heb een heel klein beetje basilicum geplukt, één tomaat en wat bessen. Maar ja, het valt een beetje tegen, maar het was wel echt heel leuk. Nou, proost jongen. Oh, dat is heel lekker. Wij zijn weer thuis. En ik had eigenlijk in gedachten om vanavond iets te gaan koken wat we dan uit de pluktuin zouden hebben geplukt. Alleen in werkelijkheid was er niet zo heel erg veel. Dit is echt het enige wat we hebben. Dus ik ga gewoon dingen maken met wat ik allemaal in huis had. En dat is voor vanavond een pompoen met wortelsoepje. En we gaan lekker pita broodjes eten. Dat ga ik zo meteen laten zien. Dus het was 4:30, maar ik ga vast de soep maken. Lekker pruttelen. Om tussen even buiten te zitten. Dus ik wou dus in ieder geval zeggen dat zo'n pluktuin wel echt heel leuk is. Want je kan er lekker een beetje rondlopen en kijken welke groente of fruit er is. En dan wat plukken en daarna nog even wat drinken. En er was ook een mini speeltuintje bij, dus het was wel echt heel leuk. Ik vind het wel een aanrader. En het heet Sprankenhof. En het was in Udenhout volgens mij. Ja, Udenhout, Sprankenhof. Dus voor degene die in de buurt woont, is wel leuk. Jeetje! Niet doen! Gek! Heel mijn broek nat. Ik pak jullie nog wel terug hoor. Wat heb jij gedaan? Ik pak jou terug hoor. Nou jongens, het eten is klaar. Het heeft even geduurd, want en een soep maken en dit allemaal bij elkaar was wel even werk. Maar goed. Bob en Charlie eten de soep met een zoete aardappel erin. Wij eten de gewone soep. En dit, kijk, ik heb die van jou mooi gemaakt. Dus die laat ik even zien. Is een lekker broodje met falafel, met ui, komkommer, spinazie, mais, tomaat zit hieronder en hummus. En dat was het volgens mij. Maar wel heel lekker. En dit is die van mij. Eet smakelijk, jongens. Eet smakelijk. En hier is mijn boeketje. Wauw. En dat was hem weer voor deze week. Dankjewel voor het kijken. En ik ga lekker afsluiten met een winactie. Dus deel je leukste moment van deze vlog even in je stories met een foto of een boomerang. En laat even hieronder weten dat je meedoet. Want dan maak je kans op een jaar lang gratis lidmaatschap bij Nieuwe Fit Mama. Dus nou, meedoen is dus heel simpel. Ik zal onderaan de beschrijving even precies zetten. In ieder geval dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie gezellig volgende week weer. Doei.